Roger minder lang douchen maakt blijkbaar een enorm verschil op de eindafrekening. Leg eens uit. Ja, absoluut. Je staat er misschien niet bij stil, maar als je onder een douche staat, gebruik je met een klassieke douchekop zowat 10 liter water per minuut. Hè. Dat is dus een volle emmer per minuut die wegstroomt. Mm-hmm. Als je dat kunt beperken door minder lang onder de douche te staan, bijvoorbeeld van 10 minuten naar 3 minuten, dan kun je een wezenlijke besparing realiseren. Stel dat je verwarmt met een klassieke elektrische boiler, dan kun je voor een normale douchebeurt rekenen op 10 minuten. Dat betekent €1,86. Als je dat kunt inperken na 3 minuten, dan zal je dat nog amper 56 cent kosten. Dus je bespaart eigenlijk per douchebeurt dan €1,30. Ja, als je dat gaat uittellen over een heel jaar, dan zit je aan een besparing van bijna €500 met een klassieke elektrische boiler. Dus dat is gigantisch. Met een gasgijzer zul je ook nog altijd aan €300 komen. En met een warmtepompboiler nog altijd aan €250. Dat zijn aanzienlijke sommen die je kunt besparen, enkel en alleen door je gedrag aan te passen. Ja, absoluut. Dat is echt een gouden tip.